Hilversum, hallo. Hier zijn we weer in het gesprek met de burgemeester. Burgemeester, goed dat u weer bent. Op een nogal bijzondere locatie dit keer. Een koude lentemiddag. Ja, dat is waar. Hopelijk was de vergadering van vandaag iets warmer. Ja, bij Nike. Yes? Mooie plannen gezien van het nieuwe Nike wat er gaat komen de komende 10 jaar. Dat ziet er prachtig uit. Er zijn plannen voor het Arena Park. Ja. Ja. Maar dat valt onder mevrouw Wolters, geloof ik. Oh, sorry. Toch? Ja, nee, daar mag ik niks van zeggen. Maar had leuk nieuws voor u, maar dat gaat dan ja, dat is jammer. Borg het zelf door mijn eigen neus heen. Ja. Ik wil eigenlijk met u beginnen om toch even terug te blikken op de verkiezingen van vorige week. Want we hebben z'n allen mogen stemmen voor de provincie en waterschappen. Maar ik was eigenlijk nieuwsgierig hoe dat organisatorisch is verlopen met de gemeenteraadsvergadering, of vergadering, de verkiezing. Waren er vorig jaar toch wel wat dingetjes gebeurd, maar ik vroeg me af, nou, zonder, is alles crescendo verlopen? Ja, zonder één vuiltje zou ik zeggen, want het is allemaal goed gegaan. Hele kleine foutmarges, dus mensen hebben ook allemaal goede bolletjes ingevuld. Het rode potlood werkt dat zeker in Hilversum. En 400 jonge mensen die een stemdiploma hebben gehaald en een mooi cadeautje hebben gekregen van de gemeente. Dus dat is toch ook wel echt leuk om te zien dat werkt, dat mensen het leuk vinden. Daar zit de gemeente natuurlijk ook best wel op in, om die in ieder geval ook jonge mensen die voor het eerst mogen stemmen richting de stembus te krijgen. Ja. Maar dat werkt dus ook echt. Ja, dat werkt echt. En de opkomst is natuurlijk heel goed, 60%, 59,2 geloof ik. Dus het is ver boven het gemiddelde van Nederland, wat ergens rond de 50, 52 zat. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Maar komt het door omdat jullie er zo stevig op inzetten of omdat het landelijk toch ook wel... Het ging ook ergens over. Hè? En de VVD nog net de grootste met GroenLinks, natuurlijk echt opkomend. En D66 nippertje 3. En daarachter komt dan de Forumpartij. Dus... Nee, dat was duidelijk, de uitslag. Zag er goed uit. Ik heb ook uit alle cijfers al gezien dat Hilversummers toch wel vaak ook op Hilversummers hebben gestemd. Ja. Bij de VVD zat er iemand bij. En ja, bij van Geelze. D66 schrik aan mijn hoofd. En mevrouw Degaard bij. Ja. De PvdA. Sazias en... Ja, die ben natuurlijk ook nog inderdaad. Meneer Jerry... Braaksma. Braaksma. Die van de waterschappen. Veel stemmen heeft gekregen, dus het is goed gegaan. Ja. Precies. Dan krijgen we de verkiezingen gehad, dus het politieke landschap ziet er compleet anders uit, ook in Noord-Holland. Ja. U bent toch ook in de brief geklommen richting de provincie. Wat was daar precies de aanleiding voor? Nou, de verkiezingen. We krijgen nu natuurlijk een formateur en dat die dan die brief onder ogen heeft. Het is natuurlijk, past natuurlijk helemaal in onze aanpak om nu inhoudelijk met de provincie verder te gaan. Niet meer over herindelingen, over allerlei structuren, want dat werkt niet. Maar inhoudelijk ons programma van de regionale samenwerkingsagenda ook bij hen... voor het voetlicht te krijgen, zo snel als mogelijk, bij het nieuwe gedeputeerde. En, is dat nu dan al het moment, want eigenlijk is iedereen nog een beetje zoekende en wat gaan we nu doen? Of... Ja, maar wij hebben toch zoveel ijzers in het vuur liggen, dat we, als het gaat om mobiliteit, als het gaat om energietransitie, als het gaat om werkgelegenheid, natuurlijk de economie waar we de provincie voor nodig hebben, dan willen we graag dat ze snel oppakken, zodat we inhoudelijk... En nieuwe commissaris van de Koning is natuurlijk ook al langs geweest, vier weken geleden. Langs. Dus ja, dat gaat hopelijk ergens toe leiden, zodat dat ze weten dat het gooi bestaat. Maar wat is dan de kernboodschap? Die heeft u gedaan als voorzitter van de regio. Ja. Maar wat is dan de kernboodschap? Nou ja, dat we op die verschillende inhoudelijke dossiers echt ook de hulp van de provincie nodig hebben. De aandacht van de provincie en van de nieuwe gedeputeerden. En dat we stappen meters willen maken. Als het gaat om, als we niks doen, dan verliezen we hier 25.000 banen. Ik las het. Nou, dat is fors. Dus we moeten echt kijken of we die mooie mix van werken en wonen in deze regio, of we dat goed overeind houden. Dat niet alleen maar een woongebied is waar villa's worden gebouwd, maar waar je ook kan werken. Nou, die mobiliteit die daar natuurlijk aan vast zit, die moeten we natuurlijk beter regelen met elkaar. We hebben grote doorsnijdende autowegen door de A1, de A27. Nou, dat is heel belangrijk dat we daar aan tafel zitten. En 201 is ook een ding natuurlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk de boodschap. Onze ambitie proberen we in die brief te verwoorden. Ambitie als regio, dus niet als één stem proberen aan tafel te komen. Nee, dat snap ik. Daarom zei ik al namens als voorzitter van de hele regio. Ja. Wat kan de provincie dan doen, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid? Ik bedoel, voor heel veel mensen is de provincie toch een soort van... Maar dat is dus wat dichterbij halen. Dus vanuit hun helikopterview ook kijken dat als ze in Haarlem zien dat er bedrijven interesse hebben voor Noord-Holland, dat ze dan ook aan goede vechtstreek denken. En gewoon onze eigen ambitie te laten zien, dat we het belangrijk vinden dat hier de komende jaren ook de economie vitaal blijft. Ja. En we hebben een gebied van 250.000 inwoners.
En dat willen we graag zo houden. Dus het is een kwestie van partner in business om dat te creëren. En de afgelopen jaren waren we natuurlijk altijd misschien te veel met onszelf bezig. En nu zijn we wat meer de luiken open. En jongens, wij zijn er ook en we hebben ambities op dat punt. Dus het is ook een teken van de regio. Als één geluid naar buiten te treden. En niet met 7 stemmen die elkaar overstemmen, maar dat we op bepaalde... Nou, daar gaat ook die regionale samenwerkingsagenda gaat daar ook aan. Dat gaan we voor de zomer nog met elkaar vaststellen. Nou, dat zijn allemaal, dat regiocongres wat we hebben gehad in februari, dat zijn allemaal tekenen van hetzelfde. Nee, want we hebben natuurlijk al een regio gehad, maar het waren eigenlijk allemaal eilandjes die allemaal een eigen wens hadden. Maar dat is allemaal geschiedenis. Precies. En het is niet zo dat er nu een nieuw college komt voor gedeputeerde staten, dat het ook weer over fusies en zo gaan hebben. Dat is afgerond, klaar, punt. Dat is even voorbij, ja. Ja, je weet het nooit. Het blijft politiek. Nou ja, onze spekswaarder daarover trouwens is de minister van Binnenlandse Zaken. Ollongren, het kabinet heeft dat nieuwe kader vastgesteld afgelopen vrijdag. En daarin wordt de provincie ook wat meer op een zijspoor gezet. En dan zegt de minister ook, als jullie problemen hebben, dus we gaan ook binnenkort met de minister praten. Als regio. Ja, om te kijken wat zij voor ons kan doen, of we een pilot kunnen starten, of dat we een experimenteerstatus kunnen krijgen. Zo proberen we dus, dan gaan we over de provincie heen en met de provincie gaan we inhoudelijk aan de slag. Oké, want de roep om meer slagkracht, die blijft wel aanwezig, toch? Ja. Ja. Als ik het goed gelezen heb allemaal. Ja. Dan wil ik het met u over iets compleet anders hebben. U heeft ook onlangs bezoeken gebracht aan moskeeën in Hilversum. Naar aanleiding van wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd, Christchurch. Dat was nodig om langs te gaan? Ja, zeker. Want de onzekerheid in die gelederen is groot. Er is angst ook echt. Ik heb nu de 4 moskeeën bezocht. Ja. En mensen zijn gewoon bang. En want wat daar gebeurt, waarom kan dat ook niet hier? En kunt u ons garanderen dat dat hier niet gebeurt? Nou, dat kan ik niet. Maar we kunnen wel natuurlijk waakzaam zijn en met de politie zorgen dat die veiligheid op orde is. Wat is waakzaamheid dan? In dit? Nou ja, toch extra surveillance, extra oog op vrijdag, bij de vrijdag gebedsmiddag. Ja. Maar ook in de weekenden, dat de politie daar toch extra, ook wijkagent, extra alert is op dingen die eventueel niet pluis zijn. Ja, goed, het is een dramatische geschiedenis natuurlijk wat daar gebeurd is in Nieuw-Zeeland. En ja, je wilde alles voorkomen, alles doen om dat te voorkomen in Hilversum. Ja, nee, dat snap ik. En een dag later hadden we natuurlijk meneer Gueganté in Utrecht. Ja, dus dat helpt allemaal niet. Dus we hebben binnenkort ook weer een bondgenootoverleg met alle partijen, alle geloofsgenootschappen uit de regio, niet alleen uit Hilversum. Ja. Die met elkaar gaan praten over... Nou ja, onbekend maakt onbemind, dus we moeten dat dialoog aangaan, blijven praten met elkaar, dat heb ik ook gezegd in die moskeeën. En dat vonden ze heel fijn om te horen. Okay, maar heeft u zeg maar na Utrecht, zijn ze toen weer bij u langs geweest? U was gisteren hier nee, nog wat vandaag? Nee, want ik was zondag bij ze en maandag was het in Utrecht. Dus ja, precies. Dus elkaar net. Nee, daarna, maar nu komende week is er weer een bondgenoot overleg. Okay. Dus, maar de lijntjes zijn toch vrij kort? Ja. In heel veel zorgen. Ja, nee, zeker. Zit dit was een nieuw feit, hè? Een nieuw incident en dan moet je toch even acteren. Ja, ja. Dat wordt erg op prijs gesteld. Dus daar gaan we mee door. Oké, nou duidelijk. Dat was hem dan voor vandaag. Lekker kort die keer. We kunnen het wel. Heel goed. Dan dank ik u voor het kijken. En we zien elkaar over een paar weken weer.